Wij blijven de economie volgen. Wij weten dat onze perspectieven goed zijn. En dat weten de internationale instellingen ook. Tot op dit moment zijn de verwachtingen voor de raffinaderij zeer hoog. We praten over een besparing van waarschijnlijk een 15 miljoen, tussen 12,5 en 15 miljoen US dollar per maand op de olierekening. Wat een halvering in feite van de olierekening is die we tot op dit moment betalen. Verder praten wij over de investeringen vanuit Newmont. Voorzichtige schattingen zijn dat voor de komende 2 jaar zo'n 200 miljoen dollar in feite hier gebruikt zal worden. We praten niet over importen. Dus dat geeft aan ons die garantie dat wij uit het dal komen. De cijfers die we hebben, ook de projectie van het IMF, zien ze ook een gestadige groei van de reserves. Maar dit is een momentsituatie waarin we verkeren. Veelal internationaal gedreven, maar zoals ik het zei, ik blijf het herhalen. Als we even kijken naar wat er allemaal om ons heen gebeurt, dan kunnen wij ons nog gelukkig prijzen in Suriname. Ook de cijfer die ik u ter beschikking stel, de groeiratio's, we zitten nu rond 3,5, lijkt laag vergeleken met voorgaande jaren, maar wij staan toch wel ver met kop en schouder boven vele landen in de regio. Dus voor ons is het toch wel, we hebben een veel optimistischere kijk. Dat wil nog niet zeggen dat wij de situatie onderschatten of dat wij een free-for-all policy gaan toestaan.